Dit is een nieuwsuitzending die ik samen doe met Jurk Kliesman, mijn Leuvense vriend. En die gaat over het boek waar ik het met... Ja, ik vind het moeilijk. Hier staan hele de slechte dingen van ons mens zijn, die gewoon helemaal niet leuk zijn, die je eigenlijk niet wil weten. Van zoveel leugens. En ik moet in leven blijven. Veel liever lees ik met Jurk gewoon de Bijbel. Dat vind ik veel vrolijker. We kunnen veel meer over vertellen. Maar goed, als eerste heten wij welkom in onze studio. Die wat studioproblemen had, ook vanwege Skype. Dat is erg interessant, maar daar gaan we het later over hebben. Hey, hartelijk welkom, Jurk. Ja, bedankt Perry voor de uitnodiging. Ja. En ja, ik vind het leuk dat we nog eens een keer bijeenkomen om verder dat boek te bespreken, Rulers of Evil. Ja. Ik weet niet of dat het veel toeschouwers heeft, het maakt me ook niet uit. Maar waarom tientallen? Het zijn in ieder geval tientallen hoor. Als het niet voor deze generatie is, dan is het voor de volgende generatie van mensen die dat misschien gaan bekijken. Ja. In elk geval staat het op het internet en mensen kunnen het vinden voor de logoblik, als lang als we ons internet nog hebben. Exact. En daarvoor even, en, mag ik even, als ik even mag inhaken. Ik sla het ook op, want ik heb hier een Network Addressed Storage System. Dat is 2x1 terabyte. Dat zijn gespiegelde harde schijven. Daar staat het ook op. Daar stoor ik het ook op. Dus het enige wat je nodig hebt is een koevoet om die woning binnen te komen en dat ding te jatten. Dan heb je ook alles. Oké, ga maar door, Jurk. We weten natuurlijk niet hoe lang we het internet nog hebben. Want het internet is natuurlijk aan de ene kant gegeven van God. Ja, klopt. Maar aan de andere kant is het ook gegeven van de duivel. Ja, klopt. Zoals met zoveel dingen, je kunt alles gebruiken voor de goede en voor de slechte doeleinden. Mm-hmm. En het internet is natuurlijk aan de ene kant fantastisch in deze tijd in die wij leven, om het woord van God te verspreiden. Ja. Maar het is natuurlijk ook fantastisch om veel leugens te verspreiden. En dat wordt ja spijtig genoeg ook veel gedaan. Ja. Nu, ze beginnen al met die fake news dingen de afgelopen maanden en zij beginnen al in Duitsland, bij wijze van spreken, sociale netwerken 50 miljoen euro boete te laten betalen indien die leugens of onwaarheden vertellen, wat ook ever. Ja, daar moet men eens een keer zelf gaan nakijken, ik ga er ook niet in detail. Maar een punt is van dat vroeg of laat mensen zoals jij en ik van het internet min of meer gebannen zullen worden. En als lang als we dat niet zijn, dan vind ik het ook belangrijk dat wij de mensen naast de Bijbel ook interessante weetjes van zo seculare boeken als Rulers of Evil kunnen geven. Ja. Waar we rekening mee moeten houden dat die auteur zelf terugkomt, zelf komt uit een familie die hugenotse wortels heeft. Aha. Die in Amerika vervolgd werd voor een misdaad die hij niet begaan heeft. Aha. Wel van een jezuïet wel vervolgd werd en daarom ineens achterdochtig werd en dacht van als ze een jezuïet achter mij sturen, wie zijn dat überhaupt? En dan heeft hij studies daarover gedaan en heeft dus een boek geschreven dat noemt Heersers des Bösen of Heersers van het Kwaad, ja. Herrscher des Bösen of Rulers of Evil. Om ons mee te delen van wie regeert ons eigenlijk. En als je teruggaat naar de eerste video's van deze lezing, dan kun je uitmaken dat we in het eerste kapitel vastgesteld hebben dat de regering van de Verenigde Staten van Amerika compleet onderwandert is van katholieken. Ja. En de Verenigde Staten van Amerika wordt vandaag de dag nog altijd in de wereld voorgesteld als een protestantse natie. Maar Amerika is niet meer protestants. Te danken onder andere aan de ecumenische, de ecumenische beweging. Ja. En daar heb ik op mijn kanaal, Joggler66, niet alleen het boek Alle Wegen leiden naar Rome gelezen, All Roads Lead to Rome, waar ik nu nog op de laatste kapitels op de beelden van Brett wacht, voor ik die ga publiceren. Aha. Maar ik ben momenteel een boek aan het publiceren, een boeklezing aan het publiceren, dat noemt Ökumene und Weltregierung. Ökumene en Wereldregering. Ja, die heb ik gelezen. Van, beluisterd. Erg mooi. Ja. Ja, van Dr. Martin Kobialka. Dat is een zevendaags Adventist. Uh-huh. En ik dek in dat boek van een zevendaags Adventist zelf geschreven op hoe dat de zevendaags Adventisten eveneens ecumenisch zijn als alle andere zogenoemde denominaties of geloofsrichtingen.
En nou eenmaal teruggegaan naar Rome. En ik vind het heel belangrijk dat Tapassos dit boek geschreven heeft en ons een kans geeft om het geschiedenis te verstaan. Want alleen als we het geschiedenis verstaan zoals het echt gebeurd is, kunnen wij logische conclusies trekken uit waarom de tegenwoordige tijd zo is als ze is. En kunnen we eventuele predicties maken, voorspellingen maken naar de toekomst naartoe. En we zien in boeken gelijk Rulers of Evil veel bijbelse profetieën zich in vervulling gaan. En versta me niet verkeerd, het belangrijkste boek dat we ooit in onze handen kunnen houden en kunnen lezen en liefst van buiten kunnen gaan leren, is de Bijbel. Ja. Maar boeken als Rulers of Evil helpen ons soms om de Bijbel beter te verstaan. Omdat als de mens in één ding goed is, Perry, dan is het aan het twijfelen. Dit doet me denken aan René Descartes trouwens. Maar. En als ik bewijzen heb uit de seculare wereld, dat de Bijbel daadwerkelijk waar is, dan gaat mijn geloof alleen maar groeien. Ja. Ja? Nu, het is natuurlijk wel zo, wij moeten ons daarvan bewust zijn, dat wij niet moeten zoeken te verstaan om dan te geloven, maar dat wij moeten geloven om uiteindelijk te kunnen verstaan. Klopt. Ja, in Engels noemt dat seek not to understand that you may believe, but believe that you may understand. En ik weet waarover ik spreek als ik dat zeg, omdat ik een was die eerst gezocht heeft om te verstaan dat ik uiteindelijk kon geloven. Immanuel ik Kant, heb diezelfde fout gedaan. Immanuel Kant, om er een seculare bij te halen. Immanuel Kant heeft gezegd, het weten moet ruimte maken voor het geloven. Jij weet hoe je dat met die naamvallen en zo op zijn Duits moet uitspreken. Das Wissen soll ruimte. Das Wissen soll plaats lassen voor den Glauben. Ja. Zo zou ik dat vertalen, ja. En ik weet nog dat ik bij de Jezuïeten zat. En dat allerlei jonge jongetjes van die puistige, je kent het wel, van die late pubers. En die zaten gewoon Immanuel Kant een beetje af te zeiken. En ik denk, jongen, waar heb je het over? Ik was toen 40. Ja. Dat is ook wat ik in mijn laatste uitzending die ik heb gemaakt, de samenvatting over filosofie. Dat het is alleen maar een onderbouwing, logisch gesproken, taalkundig gesproken, metafysisch gesproken, van de Bijbel. En ga jezelf maar eens afvragen hoe die mensen destijds dat konden schrijven, terwijl ze niet wisten van het ja, dat nauwkeurige Duitse onderscheid tussen subject en gegenstand of zo. Subject en predicaat. Subject en predicaat en gegenstand is onderwerp of zo. Object. Ja, maar dat is Duitse grammatiek, Perry. Daar zei jij beter in dan ik. Nou, vielleicht. Ik heb wel Nietzsche moeten lezen. Ik kan wel taal, maar van grammatiek versta ik geen bal. Daarom was ik in Duits ook nooit niet goed, als het over zo dingen ging. Ik was in Duitsland alleen goed, als het erover ging om essays te schrijven. Dan werd ik ineens een keer beter. Laten we beginnen. Dat is een mooie intro. Ik wou zo zeggen. Ja. Wij gingen spreken nu over kapitel 8, Moving In. Van Rulers of Evil, van Tapassosi, op bladzijde 78 op de PDF. Ja. En 55 van het boek. Jij ging waarschijnlijk lezen zal ik beginnen? In Engels. Of zal ik lezen in Engels en jij vertaalt naar het Vlaams? Of hoe zullen we dat doen? Ik vind het wel leuk. Even kijken, om dat in één keer op zijn Vlaams te doen. En dan ga ik weer missen, maakt niet uit. Weet je wel? Maar iedereen mag met me. Ik zal het eerst op zijn Engels doen. Hey, zo doen we het. Ik doe het op zijn Engels en jij op zijn Vlaams. The term, ja, nee, kom op. The term Protestant was coined in 1529. Yes, to describe the large number of princes and delegates of 14 cities, largely German, who protested Emperor Charles Habsburg's attempt to enforce the Edict of Worms.
This edict bound the empire's 300 princely states and free cities to Roman Catholicism. The Protestants proposed a compromise formula. Oh, I'm struggling. I'm really butchering. Let me finish. Read the English one. Yeah. Basically, a statement of the Lutheran faith known as the Augsburg Confession. Oh, it almost kills me. Yeah. Help me. Yeah, it almost kills me to listen to that. Sorry, brother. I am proud to be Dutch. Okay. De volgende alinea zal ik in Engels gaan lezen. Want waar gaat het hier om? Ja, dat ook. Maar de volgende alinea zal ik in Engels gaan lezen, want anders val ik hier van mijn stoel van het lachen. en vooral van het niet verstaan. Dus, ja, nee, kijk, ik vind dat is een serieuze zaak. En als ja, natuurlijk, je dat zo natuurlijk. Putschert, dan... Hallo. Ik schaam me nergens op. Kom dus jij maar. Het gaat erover dat maar, de uitdrukking protestant in feite de eerste keer ontstaan was in 1529. Ja. Om een grote nummer van prinsen en afgewaardigden van 14 verschillende staten, hoofdzakelijk uit Duitsland afkomstig. Ja. Die voor keizer Karel de Vijfde in het edict van Worms opgestaan zijn. Dat is ook trouwens, als je die film Luther bekijkt, ja. Die versie van 2004 kan ik heel warm aanraden, iedereen om die keer te gaan bezien. Precies. Dat is een zeer schone film, ja. Met Ralph Fiennes in de hoofdrol als Luther. En dus in dat Conciel van Speyer, en daarom is Tapasosi hier niet correct. Dus het is in Speyer dat de term protestant het eerst werd opgenomen. Oké, in Speyer. Hier ging het daarover om dat edict van Worms door te zetten, ja, zoals hij schrijft, ja, and an attempt to enforce the edict of Worms, want dat is in Speyer gebeurd. Ja. En dat waren als dus dat prinsen. Googelt, het waren prinsen. Als je dat googelt, edict van Speyer, dat waren dus in feite... Ja, prinsen en andere afgewaardigden. Dat wil zeggen, dat was toen de regering. Deze prinsen en andere mensen die daar ingezet waren om te regeren, waren allemaal op basis van dat de paus hun toegestaan heeft om te kunnen regeren ingezet. Ja? En niet dus allemaal, dat waren, overwegend. Laten we toch een keer uitpraten. Ja, ik is het mee te laten denken. Ja, kom, gaan we door. Dat waren dus rulers, heersers, op genade niet van God, maar op genade van de God van deze wereld. De paus, achter wie de God van deze wereld volgens de Bijbel staat, en dat is Satan. Mm-hmm. Ja? Nou, en deze prinsen zijn daar naar Speyer naartoe gegaan en hebben daar het woord protestant in feite gevormd, omwille van dat zij zich geweigerd hebben om het edict van Worms door te zetten. Met andere woorden... Ze hebben zich geweigerd om de schriften van Luther af te laten en om de protestantse geloof te laten gevallen. Ze hebben geprotesteerd tegen, tegen dat edict van Worms, tegen de keizer, Karel de Vijfde. En zij hebben naar voren gebracht wat bekend is als de Augsburg, als de confessie van Augsburg. Die confessie van Augsburg werd onder andere geschreven door Zwingli, een van de meest bekende schrijvers daarvan, en is uiteindelijk, als je dat leest, ook niks anders als die 39 Articles from the Anglican Church, ja, die 39 artikelen van de Anglikaanse kerk. Aha. Dat is ook maar een tegemoetkoming van de protestanten naar de Romeins-Katholieke kerk. Als je een keer de kans krijgt om deze 39 artikelen van de Anglikaanse kerk te lezen, dan ga je heel rap vaststellen dat je als bijbelgelovige christen je dan niet meer kunt identificeren, compleet. Dat kan men ook met de Augsburger Confessie niet. Nu, Luther was daar niet bij, die heeft andere mensen gestuurd, zoals Melanchthon. En Melanchthon heeft dat toen voorgelezen. En Luther heeft hem achteraf op zijn plaats gewezen en heeft gezegd, jij coward... Wat is dat in Vlaams? Lafaard. Jij lafaard. Jij hebt de paus niet antichrist genoemd. Je hebt al die dingen die ik
Schriftstellerin daaruit gelaten uit deze Augsburger Confessie en uit deze Protestantse Confessie. Jij seid gewone Laffart. Zo heeft hij Melanchthon aangevallen. Melanchthon, ja. Ja. Maar goed. Meer, we hebben een hoop geschiedeniskennis. Laten we doorrazen. Even vanuit de techniek. Jij hebt in je eentje het boek Rulers of Evil gedaan in 13 uur of zo? Toch? Nee. Langer? 15 uur? Oh, uren, jong. Qua uitzending. Luister. Qua uitzending, ik weet niet. Ik heb in totaal in mijn playlist staan. Ik weet het niet hoeveel video's. Moet je een keer nakijken, jongen. Ik weet niet hoeveel er staan. Hoeveel video's staan in mijn playlist? Ik heb vandaag juist gedaan dat er iets tussen de 10 en de 20. Nee, dat zijn boven 30. Echt waar? Want daar zijn de Duitsers hier ook bij. Ik had in het begin had ik een excerpt, een teaser, een introduction. Dan had ik die verschillende kapitels. Bijna elk kapitel een eigen aflevering. Bijna, niet allemaal. Het zijn 25 kapitels. Dan nog die tijd die je gebruikt om die kapitels voor te bereiden in de lezing, notas te nemen en dergelijke meer. Die tijd tel ik niet mee, want dat vind ik altijd wel leuk. En dat was de Engelse lezing. En dan heb ik een samenvatting gedaan in Duits. Die werd dan, in Engels, die werd dan vertaald van Andreas Hohn naar het Duits. Die heb ik dan ook nog eens een keer gelezen en daar heb ik nog een keer 13 video's gedaan. En die zijn telkens van 1 uur, minstens. Ja, jij kan het niet zien, maar ik kan het trouwens wel aanzetten, maar ik zit nu even te kijken naar jouw site. Maar die is dus op google.com. En die andere is beter, hè? Op Google of YouTube met je playlist. Even kijken, kan vinden. 1 seconde. Kijk, ondertussen wou ik gewoon nog een keer kwijt dat ze hier zeggen van in de derde alinea, hè, dat die afgewaardigden dus van 14 steden komen, voornamelijk Duitsland. Ja. Dat we eventjes een keer aan onze luisteraars moeten duidelijk maken in die tijd. Bestond geen Duitsland. Heel correct gezegd. De Duitse nazistaat, de Duitse natie van, de natie van Duitsland ontstond met de oprichting van het Tweede Rijk 1871 door Bismarck. Daarvoor waren dat allemaal splinterstaten, vorstendommen, prinsdommen, kleine koningdommen, gelijk Beieren en dergelijke dingen meer. Die ergens een gemeenschappelijke taal hadden, maar dan ook ergens niet, want diegene die gecrediteerd wordt met het Hoogduits in feite op te brengen, is Luther. Dankzij zijn vertaling van de Bijbel hebben wij één gemeenschappelijke taal in Duitsland. Ja? Dus als hier staat hoofdzakelijk Duitsland, Duitsland bestond toen nog niet, dat is misleidend. Dat zijn al die verschillende vorstendommen en alles, die komen uit het voormalige Romeinse Rijk van Duitse natie. Maar een Duitse nationale staat bestond toen nog niet. Nee. Daar moet men zich ook een keer van bewust zijn. Er was ook een dag, we gaan ze dadelijk door hè, om die pagina's er doorheen te malen. Maar er was een dag dat ik mij besefte dat in Zuid-Vietnam had je ook allemaal hertogdommetjes of whatever, dorpjes, een soort Gallië van Asterix en Obelisk. Dat is ook kapot gemaakt. En zo was Duitsland ook. Een lappendeken van mensen die harmonieus samenleefden. Tenzij er oorlog was of zo. Het ging altijd over handel. Van je hebt wel je meloenen gebracht, maar je hebt geen kip teruggekregen. Ja. Dan word je een keer boos. Hè? Ik heb een Molukse vriend. En die vertelde dus dat het zijn Morisland. Molukken. Daar was het 2 keer praten. En dan moest ze echt met de boot naar het andere eiland en zeggen van hallo. 2 keer praten en dan komen we nog een keer terug en dan gaan we praten. Maar dat was dan altijd, er waren koppensnellers. Goed, we gaan lekker door. Wil jij dan het Engels doen? Ga ik proberen dit heel mooi Nederlands te maken. Dat het verstaanbaar is. Ik zal dan ook het Nederlands doen daarna. En als ik niet verder kan, kunnen mij in het Nederlands altijd uithelpen. Ja, vind ik heel goed. Dat vind ik een betere, precies. Ja, een betere afspraak, ik vind dat ook. For 15 years, the Edict of Worms and the Augsburg Confession kept Catholic and Protestant rulers in the Mexican standoff.
Then, on December 3rd, 1545, Paul III, Antichrist Pope Paul III, called both factions to the small German-speaking northern Italian cathedral city of Trent. The promise was to resolve differences peacefully in an ecumenical council. In Florence, will dat zeggen, voor 15 jaar nadat dit gebeurd was, dus dat is eigenlijk 1529, 1530, hadden dat edict van Worms en de Augsburger Confessie een Mexican standoff. Dat wil zeggen, allebei werden geuit en ze stonden daar en men deed er niks mee. Nog de een werd geforceerd, mm-hmm. nog de andere werd doorgeforceerd. Mm-hmm. Maar dan op 13 december 1545 heeft Antichrist Paul III beide fracties, of ja, fracties is dat mm-hmm. in Vlaams, hè? Een faction. Factie mag beide, ja, wat lief? Ja, dat mag ook, factie mag ook. Gaan we ja, door, gaan we door. Beide facties geroepen naar de kleine Duits sprekende Noord-Italiaanse stad van Trent, waar dus, die dus geregeerd werd door een kathedraal. Een kathedraal is de zetel van een kardinaal, of een bischop, van een bischop. Mm-hmm. En heeft beloofd om de differenties tussen deze twee, de oneenigheden tussen deze twee, namelijk dus het edict van Worms en de Augsburger Confessie, vredesachtig in een ecumenische raad te ja. beslissen, om daar tot een oplossing in te komen. Ja, je mag ook concilie zeggen trouwens. Concilie, ja. Wat men natuurlijk nu moet weten is, van Paul III heeft dat misschien geroepen, maar georganiseerd en geleid van A tot Z. Werd deze concilie van Trient. Je sprak even snel. Wie heeft geroepen? Paul de Derde. Antichrist. Antichrist de Derde, precies. Paul de Derde. Ja. Die in 1540 Ignatius Loyola en zijn Compagnie de Jesus geordineerd heeft in de Romeins-Katholieke Kerk met de bull Regimini Militantis Ecclesiae. Dat was hij deze dus. Antichrist. Ja, deze Antichrist, deze paus, Paul de Derde, heeft dan het concilie van Trient opgeroepen. Maar dat werd eigenlijk geleid van begin af aan en georganiseerd door de Jezuïten. Paul de Derde was niks anders als was in de handen van de Jezuïten. Was gelijk wax van een kaars. Weet je? Als je een kaars met je hand lang genoeg drukt, dan wordt ze soft. En jij kunt daarmee doen wat dat je wilt. Dan ja? klink je weer naar René Descartes. Ja, sorry hoor, maar ik ben dus jezuïtisch ja, ga maar door. Maar dat is het letterlijk, ik kan het onderbouwen. Maar, en dat het concilie van Trent was niet bij elkaar geweest voor 4 maanden voordat het overeenkwam dat de boeken en de Bijbelse vertalingen, translaties mag je denk ik ook zeggen. Even naar de volgende pagina. Ja, ik heb het zelf nog niet gelezen in Engels. Jij begint zomaar eventjes, dus ja, ik zou het anders voorgelezen hebben. Ja. Ik pak het voor tempo. We hebben beloofd dat we gaan het afmaken, snap je? Ja, kom maar, jij mag inhaken, kom op. Wat we dus moeten begrijpen is dat het concilie van Trient van begin af aan van de Jezuïten geleid werd. Ja. Van begin af aan. Dus de auteur gaat voort op het einde van de pagina, 55 in het boek. Mm-hmm. The Council of Trent had not been seated for months. Had not been seated 4 months before it decreed that the books and biblical translations of Luther, Lefebvre, Zwingli, Calvin and other quote-unquote unapproved persons were, quote, altogether forbidden and allowed to no one, since little advantage but much danger generally arises from reading them, unquote. Mm-hmm. Wat wil zeggen in het mooie Vlaams, dat het Concil van Trient nog geen 4 maanden in werking was, en dan werd er een decreet uitgesproken dat alle Bijbelse vertalingen van Luther, Lefebvre, Zwingli en Calvin en ook andere niet geapprecieerde personen, zal ik maar zeggen, unapproved, dus niet, hoe zeg je dat, to approve iemand,
Niet toegestaan of zo? Iemand autoriteit verlenen. Hè? Ongeautoriseerde personen. Oh, zal ik ja, heel mooi vertaald, ja. Ja, ongeautoriseerde personen, gelijk Luther, Lefebvre, Zwingli en Calvin, en andere personen, dat al deze Bijbelvertalingen en schriften van hun in completion, dus in, hoe zeg je dat, in zijn totaliteit verboden werden, en voor niemanden toegestaan waren om deze te lezen, omwille van dat er zeer weinig voordeel uit ging komen, maar zeer veel gevaar hoofdzakelijk uit dat lezen van deze schriften zou voortkomen. Ja. Nu moet men natuurlijk wel weten dat die gevaar die daar zou voorkomen, wat voor een gevaar spreken we dan hier, Perry? Ik denk het gevaar van hully bestaan. Van welk bestaan? Die mensen die dan het verbieden van het lezen van de Bijbel. Het gaat om hun bestaan. Ja, dat dus wij met andere de Bijbel woorden, gaan lezen. Als je die Bijbelvertalingen van Luther, van Lefebvre, Zwingli en Calvin en andere schriften van deze ongeautoriseerde personen leest, dan kan er veel gevaar ontstaan voor de Romeins-Katholieke kerk haar bestaan. Oftewel Babylon. Ja. Ja. Daar komt het op neer. Laat ons een poes noemen. Een poes noemen? Weet niet hoe je dat, ja, ik weet niet hoe je dat zegt. In Engels zegt hij, let us call a spade. Hoe zeg je dat in Vlaams? Wij zeggen op het Nederlands, noem het beestje bij het naampje. Of noem het beestje bij de naam. Voilà. Is het een poes? Is het een tijger? Wat is het? Dan weten de poes alles wat we bedoelen. En dan gaat de auteur verder in de volgende alinea op de bladzijde. Hij zegt, then the Jesuits moved in. Diego Laines, Alfonso Salmeron, two of the original companions, and Claude Leger, all three in their early 30s, distinguished themselves at Trent early on by spurning the grand style of other delegates. They set up housekeeping in a narrow smoke blackened baker's oven and wore clothing so heavily patched and greasy that other priests were embarrassed to associate with them. They carried with them intricate advisories from Ignatius himself, written from the delegates' point of view, as, for example, quote, when the matter that is being debated seems so manifestly just and right that it can no longer keep silent, then I should speak my mind with the greatest composure and conclude what I have said with the words subject, of course, to the judgment of a wiser head than mine. If the leaders of the opposing party should try to befriend me, I must cultivate these men who have influence over the heretics and lukewarm Catholics and try to win them away from their errors with holy wisdom and love. Unquote. Man. Ja, nu moet je echt stoppen. Nee, nu gaan we terughalen, hoor. Ja, nu gaan we terug, ja. Dan ineens kwamen de Jesuiten opdagen, officieel. Diego Laines, die overigens de tweede generaal van de Jesuitenorde werd na de dood van Ignatius van Loyola. Mm-hmm. Alfonso Salmeron. Diego Laines en Alfonso Salmeron, alle twee zijn twee van de originele compagnons, dat wil zeggen van de originele companen van Ignatius Loyola ter oprichting, als hem die Jesuiten opgeleid heeft, dat al in 1534 in de Parijse kerk Sacré-Cœur gebeurde, daar hebben we al over gesproken. En Claude Leger, alle drie waren nog maar juist in een jonge dertiger in de jaren, in de jonge dertigers. Die distingueerden zichzelf in Trent om daar te verschijnen in een ganz andere stijl als die meeste andere afgevaardigden. Mhm. Zij hebben een huis opgericht om te kunnen gaan verblijven in een, zoals het hier in Engels noemt, een narrow smoke blackened baker's oven. Dus een nauwe, door de rook of door het vuur zwart gemaakte bakkersoven. Ja. Ja. Dus die woonden ergens in een min of meer waarschijnlijk eerder afgebrand huis of wat dan ook. En droegen kleding die zo zwaar gerepareerd. Ja, patched en greasy. Dus
die so smerig en zwart en alles eruit zag, dat andere priesters embarrassed, hoe zeg je dat weer in Vlaams? Ja, beschaamd waren. Ja, beschaamd waren om met hun geassocieerd te zijn. Ja. Dus met andere woorden, de Jesuiten zorgden ervoor dat zij lekker alleen liepen en niemand met hun. Ja. Zij hebben bij zich gedragen die adviezen van Ignatius zelf, geschreven van de standpunt van de delegaties, dus dat wil zeggen van de Jesuiten, als voor bijvoorbeeld dat als het nu lijkt dat de waarheid hier in ene keer zo sterk dreigt door te komen dat we daar niks meer aan kunnen gaan doen, dan moeten we proberen de andere partij te bevrienden. En in feite, hier wordt in feite in veel schone woorden niks anders gezegd. Uh-huh. Als de waarheid zo zeer dreigt ons te gaan bloot te stellen, dan moeten wij de karakteren van die mensen aanvallen. En dat kunnen we alleen maar doen als we ze infiltreren. Ja. Wij moeten deze mensen cultiveren, zegt men hier. Dus dat is niks anders dan infiltreren. Mhm. Ja, die invloed hebben op de heretikers en op de handwarme katholieken. Wat zijn handwarme katholieken? Liberalen. Als je de eed van de Jesuiten leest, dan weet je dat de Jesuiten gezworen hebben om alle protestanten en liberalen uit te roeien van het aangezicht van deze aarde. Mhm. En wat is een liberale katholiek? Een liberale katholiek is iemand die met de protestanten zich eerder probeert te arrangeren in plaats van ze te bevechten. Yeah. En dat zijn dus de lukewarm Catholics, die wij hier vernoemd worden. Ja? Yeah. Dus de Jesuiten gaan altijd ook tegen hun eigen, tegen hun eigen tussen aanhalingstekens mensen voor. Ja? Mm. Ook in de eigen kerk. En we moeten dan dus proberen ze met van hun tussen aanhalingstekens fouten te overtuigen en weg te halen door heilige kennis en liefde. Ja. Waarbij we hier dus de fouten eigenlijk hebben als dat wat in werkelijkheid de waarheid is. Klopt. Wij moeten ze dus daarvan overtuigen, met andere woorden, dat zwart-wit is en wit-zwart. Omwille van dat de kerkelijke hiërarchie dat zo zegt. Ja, heb je daar iets toe te voegen of zal ik verder gaan? Ik ben bij de Jesuiten geweest en daar gold de uitspraak: snow is white if and only if snow is white. Jij mag door. En ik begreep hem, hè? Dat is een meta-logica grap. Ah ja. Ik twist daarmee. Ja, niemand gaat mij vertellen dat het. Je kan wel zeggen, Ignatius de Loyola, die had moeten zeggen. Nu word ik grof, hè? Als de paus zegt dat bruine ding op dit kartonnen plaatje een kroket is. En het is een hondendrol. Dan is het een kroket. Want de paus zegt het. En ik eet het op. Nou, nu mag jij door. Dit was wel genoeg woede van mij. Hè? Daar heb ik niks aan toe te voegen. Dat is absoluut juist. En omwille van dat deze Jesuiten tijdens hun opleiding constant gehersenspoeld worden door de spiritual exercises, door die spirituele oefeningen, gaan ze dat daadwerkelijk doen en gaan ze zichzelf met alles vingers aan de afflikken. Wat er gebeurt, dat is hun ego wordt bedoeld beschadigd. En zo iemand hun als ego wordt uitgevist. Ja. En ik ben juist, ik heb jou verteld dat ik dus aangevallen werd in de kroeg voor de zoveelste keer. Maar dat komt omdat ik een ego heb. Ik spreek tegen niemand beledigend grof. Ik reken altijd contant af. Ik val niet op de grond. Je hoeft geen ambulance van mij te bellen. En dan word ik gewoon aangevallen en de hele kroeg staat op. En die valt de aanvaller aan. En die. Denk je dat ik trots ben? Ja, ik ben trots. En diegene die me aanviel, die was 42 jaar oud.
Wie valt een man aan voor 57 met een dikke bril? Je weet hoe ik eraan zie. Kom op, dat was te gek van woorden. Als ze tegen uw argumenten niet aankomen, Perry, dan gaan ze uw karakter diffameren. Anders kunnen ze niet. Het maakt mij geen donder uit. Dat is het ergste. Nee, maar ja. Dat irriteert ze. En dat laatste irriteert die mensen ook uitermate. Dat ze zich niet gewaardeerd voelen omdat ik ze niet terug heb. Ja, dat hoef ik er helemaal niet. Wat is dat nou? Wat kan het de Duitse eik kan schelen als een konijn zijn kont eraan afkuist? Absoluut, man. Absoluut. Kan het zelfs wel lekker zijn, kan een mooi blandje. Kom, ga even door. We maken deze pagina af, kom op. Most of the 18-year lifetime of the Council of Trent consisted of two intermissions spanning 4 and 10 years each. At the beginning of the second intermission, Ignatius founded a special college in Rome for German-speaking Jesuits called the Germanicum. 3 years later, the Peace of Augsburg established the principle cuius regio, eius religio, meaning who's the region, his the religion. Unquote. The Peace of Augsburg was Jesuit pay dirt. They could now bring whole populations to Rome simply by winning over a few princes. And so they did. By 1560, the society had returned virtually all of South Germany and Austria to the church. And that is waarom dat ik altijd zeg, de Reformatie werkt niet in het zuiden van Duitsland. Bayern heeft nooit de Reformatie gekend, gelijk het Noorden die gekend heeft. Ja. Nog in de 16e eeuw, en ik spreek dus tussen 1560 en 1590, als je in Beieren opgepakt werd met een Bijbel in je eigen taal in de hand, werd de Bijbel verbrand en jij ermee samen. Ja. In Nederland Beieren. Heb je dat ook. We hebben dit eerder besproken, jij en ik weten dat wel, maar de luisteraars misschien niet. Hier in Nederland heb je dat ook. Wij spreken hier van het land onder de rivieren. Carnavalland. Dus het hele jaar door loopt iedereen heel serieus te doen. En dan tijdens carnaval. Het schijnt gebeurd te zijn dat er kinderen verwekt zijn tijdens carnaval. En niet per se door de huisvader. Ga maar door. Ja, dus dan gaan we eens een keer naar de vertaling van deze voorlaatste paragraaf. Alinea op bladzijde 56. Dus voor het meest van de 18-jarige tijd dat het Council of Concilie van Trient geduurd heeft, werd het onderbroken door twee intermissions die duurden 4 en 10 jaar elk. Ja? Dus het Concilie duurde 18 jaar, maar de pauzes ertussen waren groter als het Concilie op zich. Waarom? Wel, dat staat er hier niet tussen, maar uiteindelijk komt het daarop neer, en dat snap je als je tussen de regels leest. Ja, ze hebben in totaal 3 jaar vergaderd op onze kosten. Omdat ze, dus met andere woorden alles direct toegepast hebben en dan teruggegaan zijn om verder te onderhandelen. En dan terug toegepast hebben. Ik wil hier echt reageren. Ze hebben dus 18 jaar, dat was de tijdspanne. Hebben ze 4 jaar pauze gehouden en 10 jaar pauze. Dus dan hou ik 18 min 14. Dat is volgens mij 4 jaar, of niet? Ze hebben 4 jaar lang vergaderd. Met eventjes, dan waren ze zo moe van het vergaderen. Dan zei ik, kom op, ik moet echt naar Ibiza, man. Kom op, ik hou het niet vol. 4 jaar lang vergaderen. Eén aap kan geen boek typen, maar we nemen 1 miljoen apen en die geven we 4 maanden de tijd en dan komt er een boek uit. Eigenlijk is deze hele zin al een reden om alles van het hele boek te begrijpen. Dat kan toch helemaal niet? Kan jij je voorstellen, Jurk, dat jij en ik 4 jaar lang... Dat kan toch helemaal niet? Maar ga maar door. Op zijn Nederlands. Ja, ik ga direct door. Ik ben hier eventjes aan mijn kast bezig en ik ga een boek uit mijn kast gaan halen. Oh, nou wordt het interessant. Ja, en dat boek noemt Catechism of the Council of Trent. Oh. Issued by order of Pope Pius V.
Dat is een boek van, hou je vast, 580 plus bladzijden. Uh-huh. Eng beschreven. En dat gaat over wat er in het Concilie van Trient allemaal gebeurd is. Dat begint onder andere met die verschillende artikels. Daar worden bijvoorbeeld de 10 geboden, aha, niet alleen opgenoemd, maar dan wordt ook direct gezegd van wat hun uitleg daarvan is. Aha. Van de 10 geboden. Wrijf het erin. En andere dingen. Ja, ik ga dat nu niet allemaal voorlezen. Maar dat is een heel spannend boek. Observance of the commandments. But since by this we know that we have known him, if we keep his commandments, the next consideration, and one intimately connected with the preceding, is to press also upon the attention of the faithful that their lives are not to be wasted in ease and in indolence, but that we are to walk even as he walked, and pursue with all earnestness justice, goodliness, faith, charity, patience, and mildness. For he gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and might cleanse to himself a people acceptable, pursuer of good works. These things the apostle commands pastors to speak and exhort. But as our Lord and Savior has not only declared, and blah blah blah, I can so forth. Mm-hmm. That is, that's not in the introduction. Part A is the creed, the faith. Dat is een schitterend boek van bijna 600 bladzijden vol dus, ja. Hier, kijk bijvoorbeeld artikel 1. I believe in God, the Father, almighty creator of heaven and earth. Meaning of this article. En dan volgt een halve bladzijde over the meaning of this article. Dan gaat alleen maar dat woord I believe in een hele paragraaf uit elkaar genomen. Ja. I believe in God uit elkaar genomen. Faith excludes curiosity. Faith requires often open profession, the creed in God, I believe in God, dus hier wordt elk woord bladzijde voor bladzijde uit elkaar genomen. I believe in God, alleen duurt al, oh, laten we eens kijken hier, 10 bladzijden, mm-hmm, alleen daarvoor, ja? Dat is dus vol met casuïstiek. Den punt is, wat ik wil zeggen is van, we hebben hier het catechisme van het Concilie van Trient, dat ik hier in mijn handen houd. Een heel interessant boek als men zich met het Catechisme van Trent of überhaupt met het Concilie van Trient verder wil bezighouden dan Tapassance hiermee doet. Den punt is dat er dus zo gezegd, in de inleiding heb ik dat ja vorgelesen, dat Paul III gezegd heeft, ik wil dat de katholieken en de protestanten bijeen zitten, dat deze Mexicaanse standoff, bij wijze van spreken, iedereen doet zijn bewering en dat laten we dan maar in de ruimte staan en niks gaat er gebeuren. Mm-hmm. Ik wil hebben dat die twee partijen samen zitten en vredesachtig daaroverheen komen en deze differenties uit elkaar ruimen. En daarvoor gaan we een ecumenische conciel oprichten te Trent, een Duitstalige stad in Italië. En gaan we een conciel houden, dat ze 18 jaar gehouden hebben, zoals we juist lezen, met een keer 10 en een keer 4 jaar pauze ertussen, dus in feite maar 4 jaar effectief gezeten hebben. Ja. Nu, in het begin hebben ze al vastgesteld, en dat hebben we daar juist gelezen, dat het nog geen 4 maanden geduurd heeft, en de katholieken, de jezuïten, hebben alle bijbelvertalingen en schriften van mensen als Luther, Lefebvre, Zwingli en Calvin verdoemd als ze mogen niet gelezen worden, want ze vormen alleen maar een gevaar voor de Romeins-Katholieke Kerk. Waarom? Omwille van dat deze schriften de waarheid zijn. En de waarheid is altijd gevaarlijk voor de leugen. Want als je de waarheid kent, kan je de leugen niet meer geloven. En de leugen is niet meer verdedigbaar in het aanzicht van de waarheid. Jij weet net zo goed als ik. Ik heb niet af te rekenen met jou. Jij hebt niet af te rekenen met mij. Wij hebben af te rekenen over ons leven. Zo is het. Je doet maar een beetje fucking je best. Als je de Bijbel leest, dan snap je dat er een smalle weg is. Dat is niet makkelijk. Maar je wordt wel dan net als ik. Ja, je kan van alles doen. Jij hebt toch ook een gelukkig leven? Wat is dat nou? We weten het toch. Ga maar door.
Ja, dus ik heb in feite gezegd wat ik daarover wilde zeggen. We Maar moeten dan ons laatst, duidelijk dan, worden. ja, en We dan. moeten ons duidelijk worden met wat ik hier juist gelezen heb, dat alhoewel dat concilie 18 jaar duurde, van 1545 tot 1563, dat er effectief maar 4 jaar verhandeld werden. En al in begin na 4 maanden vastgesteld werd dat de protestanten in feite niks te zeggen hebben. Dus met andere woorden, of dat dat concilie plaatsvindt of niet, heeft uit protestantse Sicht, speelt dat geen rol. En dat is ook iets wat Luther bereits in 1520 geschreven heeft. In zijn werk Of the German Nobility, van de Duitse Adel, voor de christelijke Standsbetering, heeft Luther een werk geschreven, dat is in feite uit de Babylonische Gevangenschap van de Kerk, daar zat dat mee in dat originele geschrift. Dat is een van die geschriften ook, die hij in Worms heeft moeten weerroepen, wat hem niet gedaan heeft. Als je die film kijkt, zal het daar genoemd worden, dat boek Heb wat ik ik juist gekeken, genoemd, ja. van de Noem Duitse Adel. de titel nog even. Voor degene die nog luisteren. Dat was toch weer. Ja, wacht, ik ga dat eventjes opzoeken dat ik hier de juiste naam heb, want Even terwijl jij opzoekt. ik kan het hier, oh ja, ik heb het al, Nee, ik heb het al. oh, nu al. Oh, dat gaat Aan den snel, zeg. christlichen, ja, ich bin rap, ja. An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Das will sagen, an den christlichen Adel von deutscher Nazi vor der christlichen Stand um den christlichen Stand zu verbessern. Von 1520. Ja. Das hat Das Luther könnt ihr geschrieben. online, ja, das könnt ihr online gern finden, und das macht eigentlich Deloitte von seinem großen Werk. The Babylonian Captivity of the Church, ja, von der babylonischen Gefangenschaft von der Kerk oder von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Das Werk findet ihr in Deutsch und in Englisch ohne Probleme. Da mag das die Leute. Und da lesen wir, ja, als ihr mir das eben just zustat. Ja. Gewohnt, das ist ein Schreiben von 1520. In Beginn, auf der allererste Blattseite, lesen wir, nee, auf der zweite Blattseite lesen wir. Die Inleiding laat ik eventjes weg. Ik lees dat wel in Duits voor, gelijk het hier staat. Hè? Maar dat kunnen de mensen in Nederland, ja ook goed, in Nederland ook goed verstaan, Duits. Hè? Waar is dat hier ergens? Hij spreekt over die drie muren. Daar moet ik het eventjes over hebben. Die drei Ah, over de Mauern. Konzile, over die Konzile. Dazu haben sie dem Papst volle Gewalt über alle Ordnung des Konzils gegeben, so dass es gleich gilt, es seien viele Konzile oder gar kein Konzil, abgesehen davon, dass sie uns nur mit Larven und Spiegelgefechten betrügen. Sogar greulich fürchten sie für ihre Haut vor einem rechten, freien Konzil. Sie haben Könige und Fürsten damit schüchtern gemacht, so dass diese glauben, es wäre wieder Gott, so man ihnen nicht in allen solchen schalkhaftigen, listigen Schreckgespenstern gehorche. Nun helfe uns Gott und gebe uns der Posaunen eine, womit die Mauern Jerichos umgeworfen wurden, dass wir diese strohernen und papierenen Mauern auch umblasen und die christlichen Ruten, Sünden zu strafen, losmachen. Des Teufels List und Trug an den Tag zu bringen, auf dass wir durch Strafe uns bessern und seine Huld wiedererlangen. Wollen die erste Mauer zuerst angreifen. Dus hier gaat het erover dat de pausen en de Romeins-Katholieke Kerk daarmee in het algemeen daarvoor zorgen dat als ze bij wijze van spreken een concilie zelden toelaten, dat ze al die prinsen en andere afgevaardigden op voorhand dermate onder druk zetten. Dat die sowieso afstemmen in het gedachte van de Romeins-Katholieke Kerk. En niet tegen de Romeins-Katholieke Kerk. Dus Luther zegt van, ja, dan speelt het toch in feite geen rol of dat we één concilie hebben, of viele concilies, of geen concilie, want het speelt geen rol. Want dat zijn allemaal larven- en spiegelgevechten. Dat is allemaal alleen maar theater. Ja, net als met die verkiezingen. Dat is gelijk met de G20. Top die je nu in Hamburg had. Behalve dat die stad daaronder te lijden heeft van al die chaoten die alles kapot gemaakt hebben en de halve stad in schot en asche gelegd hebben, speelt dat allemaal geen rol of dat ze daar aan moeten of niet, want dat is toch sowieso allemaal op voorhand afgesproken. En Het maakt allemaal niet uit. Maar ik kan u alleen maar aanraden dit
das Papier von Luther in der Kette lesen, an den christlichen Adel deutscher Nation, von des christlichen Standes Besserung. Und ich habe das getan in mein Video Abspielleist von Luther 2017. Ja. Sein 3 Videos darin, weil ich das Papier gelesen und besprochen habe, komplett. Ich hoorde ein heel raar geluid. Ja, dat is dat ik me een beetje lucht toewaai hier. Oh. Van mijn vliegenmapper, want het is warm hier. Ja, bij jou ook. Ja, ja. Het is heiß hier. Hoor. Ja. Nou, nu gaat het al. Nu is het al 's avonds, maar overdag was het wel warmer. Maar wat, daar zat ik buiten wijn te proeven. Oh. Daar viel het ook nog mee. En was het een beetje fatsoenlijke wijn? Of? Ah ja, de wijn, ik heb de wijn laten proeven. Wat ik laat proeven is altijd fatsoenlijk. Ik ben echt overschuwd. Ja. Ja, van in de cafés hier in Arnhem, daar kan je wel bier nemen. Maar niet heel veel mensen kunnen goed tappen. Ja, dan kan je ook een flesje bier nemen. Ja, dat is een flesje bier. En dus drink ik rode wijn in de kroeg. Nou, ik zal nooit die rode wijn in de kroeg drinken, want dat is allemaal spoelwater. Ja, een beetje zuurige meuken. Ja, zie je? Dus. Ik drink liever goede wijn, Perry. Zoals in Engels zeggen, life is too short to drink cheap wine. Ja, dat is die spreuk die hing bij jou over de deur. Dat is echt een mooie afsluiting waar we nou naartoe werken, mijn Leuvense vriend. Ja, in elk geval, om dat eventjes tot een conclusie te brengen, hier in Tapas Sources boek. Het concilie van Trient, dat eigenlijk 18 jaar duurde, was ene keer 10 en ene keer 4 jaar onderbroken. Dus met andere woorden, heeft maar 4 jaar geduurd. Waarbij het in feite zelfs nog geen maand geduurd heeft, of nog geen 4 maanden geduurd heeft. Want we lezen hier in het begin dat het nog geen 4 maanden duurde, waar al decreed werd, dus vastgesteld werd, ah, ja, dat de boeken en bijbeltrans, dus de bijbelvertalingen en alle boeken van Luther, Lefebvre, Zwingli en Calvin en andere ongeautoriseerde personen sowieso allemaal in zijn totaliteit verboden werden en niemand toegestaan werd om deze te lezen, omwille van dat er weinig voordeel uit zou komen, maar vooral gevaar die daaruit voortkomt. En uiteraard gevaar voor de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. Dus de protestanten werd al in het begin van het Concil van Trient de mond gesnoerd. En ik kan u nog een keer vertellen, dat staat hier niet in Tapas Sources boek in, als we een keer naar de 17e sessie gaan van het Concil van Trient, daar heeft de aartsbisschop van Reggio een heel pregnante uitspraak gedaan over de Sabbat. Aha. En heeft de protestanten erop gewezen dat als zij zeggen sola scriptura en dan de zondag als wekelijkse rustdag gaan houden, voor wat geen enkel referentie in de Bijbel te vinden is, zij alleen maar rebellen zijn. En dat was een van de redenen waarom dat op het einde van het Concil van Trient 125 vervloekingen tegenover de protestanten uitgesproken werden. En als je daar meer over wilt lezen, dan moet je zo boeken kopen als Catechism of the Council of Trent. Daar staan zo dingen in. Ah ja, dat is een 125 vervloekingen werden uitgesproken tegenover de protestanten in het Concil van Trient, op het einde van het Concil van Trient. En dus de protestanten werden op 125 verschillende manieren vervloekt. En elk van deze vervloeking is voor elke Romeinse katholiek voldoende reden om een protestant in de ogen van de Romeins-Katholieke Kerk een heretiker, een ketzer, te doden. Het is zelfs een werk dat je punten oplevert om uit het vaargevuur te komen als je een ketzer doodt. En dat is vandaag de dag nog altijd. Dat is vandaag de dag nog altijd Romeins kanonsrecht. Ja, die mensen zijn bang voor hun voortbestaan. Ja. Ja, ze zijn bang voor de waarheid. Ja.
Dat heb ik jou verteld, maar de luisteraars weten dit nog niet. Maar hier op de markt, daar krijg je gewoon nieuwe testamenten gratis uitgereikt. En ik nam er een in ontvangst, want die kon ik doorgeven. Heb ik een opschrift ingeschreven voor mijn kind. En ik zei dan tegen die jongen, dankjewel. Een lekker nieuwe testament, lekker dun. En ik begon over openbaring, want ik had te maken met een ouder iemand. Die was weliswaar in de 20, 30, begin 30. Maar ouder, dat is ouder, rustig. En ik zei tegen hem, van, heb je ook begrepen dat in openbaringen staat dat als je heen gaat, dat je niet meer hoeft af te wassen? En hij moest lachen. Hij zei, ja, dat klopt. Maar alleen voor de gelovigen. Het is echt gebeurd, Jurk. Hey, zullen we gaan totally... Jij blijft even hangen. En we ronden hem af. Wil jij, ja, doe jij het laatste woord. En dan doe ik daarna nog iets wat ik ook leuk vind. En dan, tja, we hebben niet bijzonder veel gelezen vandaag. Dus laatste woord, twee pagina's. Twee pagina's. Ungefähr, ja, op de laatste alinea na. Maar goed, het is een heel belangrijk onderwerp. Want moving in is in feite die deel in dat boek Rulers of Evil waar het over gaat. Waar de Jesuiten zich nu etableren in de Romeins-Katholieke Kerk en hoe ze dat doen. En dat een van de eerste dingen die ze, eerste wat ze gedaan hebben, waren onderhandelingen met de Dominicanen om de Inquisitie over te nemen. Dat was in 1542 gedaan. En 3 jaar later hebben ze door Paus, Antichrist Paus Paul III, het Concilie van Trient laten bijeenroepen, om zo gezegd vrede te maken met de protestanten, maar alleen maar ten opzichte van de termen van de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. En omdat ze zagen dat ze daar nergens niet kwamen, en dat was al van begin af aan klaar, hebben ze na 4 maanden al gezegd, al jullie geschriften, al jullie Bijbelvertalingen zijn verdoemd en mag door niemand niet gelezen worden. Ja, hoe kundige dan nog een conciel starten? Yes. Dat is alleen nog maar, gelijk Luther gezegd heeft in zijn Schreiben van 1520, een Spiegeltheater. Ja? Zo heeft hij dat uitgedrukt. Ik kan er echt enorm op inhaken. Het uitspelen van twee partijen tegen elkaar. Dat concilie, het ging er dus om dat die Babyloniërs, die hadden die Bijbel overgenomen. Want dat is onze Bijbel. En het rare gedoe erin gestopt met Maria-verering. Ik ken het gedicht uit mijn hoofd, hè. Maria, moeder van God. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor onze zonden, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Dat staat niet in de Bijbel, mijn goede vriend. Wat ben je aan het doen, hè? En controleren. Nee. Jij weet dat die klopt, hè? Ik ben gewoon een beetje wat aan het typen hier in de tussentijd als je aan het praten bent. Ja. Mag ik toch, hè? Ja, want ik dacht dat we moesten afronden, maar we zitten nog niet op. Een uur eigenlijk, hoor. Ja, ik was helemaal zenuwachtig. Zullen we nog even een stukje doorpakken dan? Ja. Ik dacht dat jij aan het afronden was. Ja, van mij, ik dacht ook echt dat we echt op een uur zaten. Maar ik was. Het was een beetje. Ja. Ik weet niet, het mag ook eens een keer een beetje minder dan een uur. In elk geval vond ik het leuk dat we nog een keer bijeenkwamen. Ik dacht dat en ik gezegd had wat ik te zeggen. En de volgende keer gewoon weer lekker Bijbel lezen. Ja, dat is. Ja, oké. Okay. Ja, ik met mijn MBG en jij met je Koning Jacobus Bijbel. Ja. En die keer daarna terug Rulers of Evil, hè? Ja, want afmaken moeten we dat boek, vind ik persoonlijk. Ik weet dat. Of laten we de toeschouwers afstemmen. Hè? Als we ook maar 1 stem krijgen die zegt afmaken, die handen, dan maken we dat. Dat zouden we kunnen doen, ja. De grote. En als ze allemaal niks niet laten weten, dan vegen ze er sowieso hun kont aan. Dus. Oh, je weet niet waar dingen terechtkomen. Oké, nu is het echt afsluiting, mijn lieve mensen. Ik ga nog even doorpraten met Jurk. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag, liefers.